Dit is vanaf Autodrome Nationale di Monza, de vierde ronde van Acceleration 14. Met ook vandaag weer in actie de F1 Series, de Legend Supercup en de MW V6 Pickup Series. Drie raceklasses, drie landencompetities en dus drie kansen voor Nederlandse coureurs om te gaan voor positie 1. Tijdens een unieke race-serie waar top auto en motorsport worden afgewisseld met entertainment. Dit is het circuit van vandaag, 5,7 kilometer lang, uitgelegd door Mirko Bortolotti. Well, this is the main straight of Monza. Afterwards, there is the first chicane, which is quite an important point. There is a potential overtaking point where you can have a go on the guy in front of you. Afterwards, we have the Curva Grande, which is an easy flat corner. I think also in the rain, it's going to be easy flat. Characteristic of the Monza track are the long straights, you know, so it's always very important to have good exits from the corners in order to reach a high speed. And we get down to the second chicane, which is the Variante della Roggia, a slow chicane. So second gear, you always try to get out the maximum from the car in the braking. And then we're heading to two fast right-hand side corners, both Lesmo corners. The first one is really blind, you don't see the exit, so it's very important to find a good reference point in order to carry a lot of speed into the corner. And then the second Lesmo corner is a normal corner. You try to brake and carry as much speed as possible, because afterwards there is another long straight heading into the Ascari chicane. Basically, the curb on the left, the first curb in the Ascari corner is quite high. So it's always very important to hit it in the right way, because I've seen many cars, many drivers hitting the barrier there because tried it too hard, you know. And then, yeah, there is another long straight. We hit into the last corner of the track, the Parabolica. There's nothing you can do quite wrong here. I mean, you have to get a right braking, and then as soon as the car is into the corner, trying to think about going on throttle and using the whole exit there. It's quite an historical track, and it's always nice to be in Monza. Very fast circuit. I think it's the fastest in Europe. So it's nice to be here with these kind of cars, with a lot of power, with a lot of downforce. It's going to be very, very tricky, very interesting, and the race is going to be open until the last lap. Straks de twee racers. Eerst het entertainment gedeelte, gepresenteerd door David Hasselhoff. So the show is so good, people go back and talk about it. Straks half oktober als Acceleration ook de gast is op het Nederlandse TT-circuit van Assen, presenteert David Hasselhoff de 80s en 90s party. Het is tijd voor de F1 Series. Team Italië leidt het kampioenschap. Auto wordt geprepareerd door Gin Gianni. Eigenaar Piercarlo deed 111 Formule 1 wedstrijden. This is all my old story. We start with this 403. It's a March engine Toyota. With this I won the European Championship in 1977. And the first man here in Formula 1 was with this car. This is the Osella Formula 1 83 Alfa Romeo 12 cylinder. 540 horsepower. The engine was really fantastic. The noise is really, it's like a big orchestra. It's really nice. And my best experience was with this car. This car is Benetton, really fantastic, really fast in the fast corner. Was really important to have the heart for taking it down the throttle, you know, the accelerator, because the grip of the car is incredible high, really high. But this is my little son. Before I go to sleep, I go to speak with my car. Hoofdrolspelers tijdens Acceleration 14 zijn zonder twijfel de oude A1 GP-auto's. Tegenwoordig noemen we ze de F1 Series. Felix Rosenquist voor Zweden op pole position. Leider in het kampioenschap hier Bortolotti voor Italië vanaf positie nummer 6. Nederland met Nigel Melchior vanaf positie nummer 3. We gaan op weg naar die eerste beroemde bocht op het circuit van Monza. Hoe gaat het veld daar doorheen? Portugal pakt de leiding. Zij vertrokken vanaf positie nummer 2. Italië zit op positie nummer 5. Veld komt goed door die eerste bocht heen. De Curva Granda dan. En daar komt de aanval van de Nederlander Nigel Melchior. Nederland naar positie nummer 2 voorbij Zweden.
Trouwens niet de enige Nederlander. Stijn Schothorst trainde als zevende. Komt dit weekend uit voor Lazarus Racing. Dat team kennen we uit het GP2-kampioenschap. Schothorst bemant de auto van Team China. Onboard bij Italië. Nu al naar positie nummer 5. Voorlopig het veld zonder problemen onderweg. Portugal leidt. Nederland ligt tweede. Zweden derde. Slowakije vierde. Leider in het kampioenschap. Team Italië voorlopig slechts vijfde. Achter in de beeld probeert in het rood Italië de aanval in te gaan zetten in die eerste beroemde bocht op het circuit van Monza. Waar Nigel Melker kruipt naar de leider in de wedstrijd, Sergio Campana. Italië schiet even door en lijkt dan snelheid te missen. Links in beeld, daar is de snelheid weg bij Italië. Maar vooraan zitten drie landen bij elkaar. Weer een goede uitgangspositie voor Team Nederland. Het is een landencompetitie. En dat maakt het zo boeiend om te volgen. Zweden voorlopig sterk derde. Maar Rosenqvist kan nog niet aanklampen bij Nigel Melker. On boord bij Nico Bortolotti, de Italiaan. Die van foutjes altijd onrustig wordt. Voor de stand in het kampioenschap is dat alleen maar gunstig. Nederland voorlopig beter in de race dan Italië. Op dit moment goed voor het kampioenschap, maar er gaat nog genoeg gebeuren. On boord bij Team Spanje. Let zo meteen goed op rechts in beeld. Daar is Team Duitsland. Sebastian Balthasar vanaf positie nummer 10 vertrokken. En hier is de aanval van Nigel Melker. Team Nederland pakt de leiding en profiteert Zweden daarvan. Nee, Zweden blijft op positie nummer 3. Daarachter sluiten nu Slowakije en Italië aan. Even had Rosenqvist de kans om positie 2 over te nemen in de wedstrijd. Die aanval mislukte. Rosenqvist vertelt. Obviously Sergio overtook me in the first corner and then Nigel slipstreamed me past in the second chicane, so it was really bad start, but then I felt like the pace was really good all the way from the beginning. I could have a good connection to them and then after a couple of laps I could overtake them here in the end of the straight while they keep breaking later, so yeah, it was really good. Daar komt de aanval van Felix Rosenqvist. Links zit Sergio Campana voor Portugal. Rosenqvist remt later en pakt hier de tweede plek. En Melker ziet dan heel snel Zweden dichterbij komen. Het team van Zweden is sneller op de baan. En Melker maakt dan een tactische keuze. Hij laat Zweden voorbij. Hij denkt aan de punten voor het kampioenschap. Ja, then after three laps I was having P1. I overtook Campana en Felix. But after that I saw Felix coming and I just let him pass because I'm thinking about the championship and I let him pass. I saw that he was much faster also, so I thought okay, I go behind him and try to follow him and make him get behind. Vertelt Melker na de wedstrijd. Op dat moment zijn we pas een paar rondjes bezig. Het is een tactische keuze. Het is eigenlijk een tactische gok. Italië ligt nu vijfde. Voor het kampioenschap is dat goed. Maar we krijgen nog die verplichte pitstop. Net zoals vroeger bij de oude A1 GP-series. Dit is een landencompetitie. En het komt naar Nederland. Half oktober. Die T-circuit van Assen. Kan Melker daar voor eigen publiek gaan scoren. De tweede Nederlander Stijn Schothorst is buitenbeeld opgeklommen van positie 7, nu 6e algemeen. Iets meer dan 3 seconden achter Bortolotti op positie nummer 5. Nou, Schothorst doet het helemaal niet gek tijdens zijn debuut in de FA1-series. Het is tijd voor de verplichte pitstop. Het tactische spel gaat weer beginnen. Dit is Richard Gonda. Houdt hem op de baan, profiteert niemand van, verliest iets wat tijd. Dennis Lind komt binnen, het vlak daarachter. Alessio Picariolo. Hij rijdt voor Team Frankrijk. Vorige wedstrijd heel sterk, nu tegenvallend 8e. Maar dit is wel het gaaf hoor. Ook in de pitstop kun je een positie winnen. Kijk maar, hij is sneller weg dan Dennis Lind en pakt dus winst tijdens zijn pitstop. Italië is dan alsnog voorbij Team Slowakije gegaan. Zweden leidt nog steeds de wedstrijd. We krijgen de verplichte pitstop van Team Duitsland. Sebastian Balthasar tegenvallend een beetje in deze wedstrijd. Velen hadden meer van hem verwacht op het circuit van Monza. En ook hier scoort hij geen punten mee. Rijdend voor het Performance Racing Team, hetzelfde als van leider Felix Rosenqvist. Duitsland verliest terrein. Het is wachten op de binnenkomst van Team Zweden. Leider in de wedstrijd. Ook Nigel Melker komt dan binnen. Voor Nederland ligt nog steeds tweede in de wedstrijd. Qua tactische keuze doet Nederland het weer heel slim. De vraag is, kunnen ze profiteren van misschien een mindere pitstop van het team van Zweden en de leiding pakken met een pitstop? Het antwoord is nee. Zweden blijft de leiding in de wedstrijd houden. Nederland ligt nog voortreffelijk tweede.
Maar Nederland ziet wel dat Team Italië bezig is met een opmars. Was het slim achteraf dat Nigel Melker Zweden voorbij liet en dacht aan het kampioenschap? Kijk maar, daar is Italië al. De posities 2 en 3 in de wedstrijd. Italië en Nederland absolute hoofdrolspelers van deze F1-series. Luister nog eens naar het geluid van deze auto's. Straks op Assen. Wauw, dat wordt vet. Dan krijgen we een opmerkelijke binnenkomst van Stijn Schothorst. Zijn pitstop is namelijk te laat. En daar verspeelt hij een mogelijke top 5 klassering mee. Wat ging er mis? We had a little problem with the radio, which stopped working basically from the start of the race. So I had no communication with the pit wall, which made it quite difficult. So I didn't know when to come in, and then it was a bit difficult, and we just missed out on the pit window by 1 minute. So that's a bit of a shame. We gaan naar het einde van de wedstrijd met helaas dus geen topklassering voor Stijn Schothorst. Hij krijgt straks een herkansing tijdens race 2. Dit is Felix Rosenqvist voor Team Zweden. Hij loopt weg aan het einde van de wedstrijd en pakt zijn eerste zege van het seizoen. Nederland tweede, 2 seconden voor Team Italië met Bortolotti. Slowakije derde, Portugal vierde. Team Ginzani op 3, 4 en 5. Straks na de break zijn we terug met meer spektakel vanaf Monza. Tot zo. Welkom terug, u kijkt naar Acceleration 14. Dit is de tweede klasse, de ME V6 pick-up klasse. Race 2, pole position voor Danny van Dongen, die in race 1 2 plaatsen verloor en uiteindelijk derde werd. 4 Nederlanders in competitie, hier op het circuit in Monza. Allemaal gelijke auto's, ook hier een landencompetitie. Van Dongen leidt voor de Ier Murray en voor de Italiaan Giacomo Ricci. Hij werd tweede tijdens race nummer 1. 4e plaats voorlopig voor Jean-Paul van Dongen, de broer van. Onboard bij Gian Maria Gabbiani. Een andere Italiaanse gastrijder. Race 1 nog niet heel erg sterk gereden. Onboard bij Bernd Herndhofer, de Oostenrijker. Rijdt normaal ook in de Bosch GP-series. En gaat voorbij de Nederlander Jean-Paul van Dongen. Die andere van Dongen, Danny, pakt voorlopig de leiding. Weer onboard bij Gian Maria Gabbiani. De Italianen zorgen in ieder geval voor spektakel. Danny van Dongen heeft de setup van de auto door team van Bas Scooter Racing iets laten veranderen. Gisteren veel onderstuur op plekken waar ik liever niet heb. De auto reed tijdens deze wedstrijd veel gemakkelijker. En Van Dongen moet nog gas gaan geven, want 2 mannen zitten echt in de achtervolging. Extreem warm op het circuit van Monza. Veel hitte in de auto. En Van Dongen moet op de banden gaan letten. En vooral op zijn 2 achtervolgers. Dit is die tweede Italiaanse rijder die niet meedoet voor de eindzegen. Maar het geeft wel aan hoe close competition deze klasse is. Mannen zijn aan elkaar gewaagd. Allemaal gelijke auto's. Hier is commentaar overbodig. De tweede Italiaanse rijder ligt eruit. Die andere Italiaanse rijder doet mee vooraan. En Van Dongen hoopt eigenlijk dat die 2 mannen achter hem gaan knokken. Kijk, achter in de beeld. Ziet u ze vechten. Het zijn Giacomo Ricci en Ian Murray. Zij vechten om positie nummer 2. Kijk, hier hoopt Van Dongen op. Ga maar knokken, ga maar vechten. Langzaam maar zeker neemt Danny Van Dongen zijn voorsprong. Hoe gaat het met de andere Nederlanders? Priscilla Speelman ligt 7e, Leon Rijnbeek 6e en Jean-Paul Van Dongen 5e. Daar komt de aanval van Giacomo Ricci. Hij pakt positie nummer 2 over van Ian Murray, de Ier. Kan die Italiaan dan nog op zijn circuit in Monza iets doen ten opzichte van Danny van Dongen? Het lijkt er niet op. Van Dongen gaat op weg naar de winst. Wat gebeurt daarachter? Ricci, de Italiaan, pakt positie nummer 2. De Ier Murray pakt positie nummer 3. Maar die krijgt 25 strafseconden na de wedstrijd wegens het afsnijden van een van de chicanes. Daardoor pakt de Oostenrijker Herndhofer positie nummer 3. De winst gaat naar Danny van Dongen. Later het weekend zou hij ook race nummer 3 winnen.
Acceleration 14 gaat verder met raceklasse nummer 3. Naast de FA1-series en de MW V6 pick-up series, geprepareerd door het Nederlandse team van Bas Koeten Racing, is dit de Legend Supercup. Ook allemaal die gelijke auto's, rijders aan elkaar gewaagd. Hele interessante track op Monza. Met andere woorden, ook dit wordt een gevecht voor de eindzege. Met rechts in beeld, David Kajaya. Hij won al de eerste twee wedstrijden op het circuit van Monza. Dit is race nummer 3. De leiding wordt meteen gepakt door Nicky Meredith, de Ier, met nummer 53. Daarachter zit James Holman, voorlopig derde. Drie Nederlanders aan de start. Johan Kraan, Jurgen Nel en Jean-Paul van Dongen. Die zagen net al een actie met de pick-up. Met nummer 48 meldt zich dan het gevecht vooraan een vierde rijder. Het is de tweede man uit Georgië, Constantine Kolasvin. Wie had dat gedacht? Twee rijders uit Georgië. Ah, maar die hebben veel ervaring met het rijden van deze auto's. En die doen gewoon van voren mee. Hier probeert hij de aanval in te zetten op James Holman. Dat is dan het gevecht om de derde plaats. Vooraan die andere man uit Georgië, David Kajaya, weer aan de leiding. Maar Meredith zit er vlak tegenaan. Dit is Jurgen Nel met nummer 9. Voorlopig doet hij niet mee vooraan, ligt op positie nummer 5. Straks op het circuit van Assen, half oktober, veel Nederlandse rijders aan de start. En die hebben voorlopig één man waarmee ze rekening moeten gaan houden. David Kajaya. Die gaat namelijk op weg naar zijn derde zege op het circuit van Monza. En wint ook race nummer 4. En omdat Nicky Meredith daar slechts zesde wordt, staat Kajaya nu bruut aan de leiding in het kampioenschap. Wat een voorsprong. Kajaya 650 punten, Meredith tweede 517 punten. De Nederlanders willen in Assen op het podium staan. Snelste Nederlander op Monza, Johan Kraan. Dan de tweede wedstrijd van de FA1-series. Ga er lekker voor zitten. Op pole position Portugal. Nederland als tweede. Italië leiding in het kampioenschap. Vertrekt als derde. Daar gaan we voor race nummer 2. Nederland is super snel weg. Links in beeld. Nigel Melger. Team Nederland pakt de leiding voor Portugal. Ja, en Zweden gaat door naar positie nummer 2. Ook zij gaan voorbij Portugal. Hele veld komt goed door de eerste bocht. Melker leidt en die andere Nederlander die voor Team China rijdt, Stijn Schothorst, heeft ook een goede start gehad. Vertrokken vanaf positie nummer 8. Links in beeld een gevecht met Sebastian Baltasar voor Duitsland. Oeh, Team Duitsland heeft wat goed te maken na een mislukte race nummer 1. Het verhaal van de pitstop. Nederland, Zweden, Portugal. Dit is Team Frankrijk met voor zich Team Italië. Mooie, interessante openingsfase. Aan boord bij Stijn Schothorst. Die toch al bezig is met een uitermate goed seizoen in de autosport. Hopelijk kan hij zich vandaag wat meer in de kijker rijden dan tijdens race nummer 1. Waar is de snelheid bij Italië? Leiden ze in het kampioenschap links in beeld. Dit is de aanval van Frankrijk. Oeh, dat gaat wel heel makkelijk. De snelheid lijkt weg bij Team Italië. Bortolotti. Bortolotti laat de snelheid liggen. En de aanval komt hier voor positie nummer 2 in de wedstrijd. Ah, het is over voor Italië. Italië komt binnen. Terwijl Zweden en Portugal vechten om positie nummer 2. Er gebeurt van alles in de openingsfase. Maar wat is er aan de hand met Team Italië? Dit is cruciaal voor het kampioenschap. Nederland loopt weg, vooraan. En Italië staat binnen in de pits. De vraag is, kunnen ze verder of niet? Als Italië niet verder kan en Nederland gaat op weg naar de zege, is dat voor Nigel Melker en Team Nederland een gouden zet. Italië staat nog binnen. Maar kunnen ze weer op weg? Het lijkt er wel op. Dan is de vraag, wat is er aan de hand? Het is een mistake, because he's arrived really long in the braking, touch another car, it destroys the front wing. In this situation, when the race is short, it's not a long race. When you have a contact like this, the race is going. Italië met problemen, maar ook Nederland heeft een uitdaging. Buiten beeld is Nigel Melker dan al een paar keer bij het aanremmen van de chicane bijna recht doorgeschoten. Blokkerende voorwielen. En dat kost tijd. En hij verliest langzaam maar zeker terrein. Nederland, Zweden, Portugal. Dit is Team Slowakije. Vierde, Frankrijk. Vijf. Spin! Spin voor Zweden! Felix Rosenqvist verliest hier positie nummer 2. En 3, 4, 5 plaatsen verliest hij daarmee. Die mag dus weer opnieuw gaan beginnen. Geeft dat lucht aan Nigel Melker met zijn remproblemen. Eerste pitstop dan voor Team Italië. Tactisch gezien wel slim om zo vroeg binnen te komen. Maar ze moeten van ver, ver komen. Duitsland ligt 6 hier met Sebastian Baltasar. Stijn Schothorst voor China voorlopig 7e.
Dit supersnelle circuit van Monza leent zich als geen ander voor deze F1-man-series. Wat een geweld! En misschien wel het leukste, de verplichte pitstops, de tactische spelletjes. Wanneer kom je binnen en vooral gaat de pitstop goed. Alessio Picariolo, de Italiaanse Belg. Tegenvallend eerste wedstrijd, werd hij 8e. Mag wat goed gaan maken, nieuwe voorbanden. Ja, en dan dit, leg dat maar eens uit. Veel foutjes, zie je eigenlijk al het hele seizoen. Binnenkomst van Nigel Melker, Team Nederland. En terwijl Nederland binnenkomt, maakt Zweden met rasse schreden hun opmars in het klassement. Melker moet gaan oppassen. Rosenqvist komt steeds dichterbij. Einde voor Team Spanje, Marco Barba. Nigel Melker ziet Zweden dichterbij komen in het blauw-geel. En dan blijven de problemen er met de blokkerende voorwielen. En rondje bij rondje komt Zweden dichterbij. Einde, lange rechte stuk. Melker haalt het niet, schiet rechtdoor. Het gebaar met het handje zegt genoeg. De frustratie. Rechts komt Team Zweden. En Zweden pakt hier vrij gemakkelijk de leiding over. Melker is niet happy op dat moment op de baan. En heeft dan de mazzel dat Italië een berenslechte wedstrijd rijdt tot nu toe. Kijk eens naar het verschil tussen Zweden en Nederland. Rosenqvist heeft vleugels. Dan komt Melker opnieuw binnen voor zijn tweede pitstop. Hij monteert alle voorbanden in plaats van de set die klaar lag. En daarna gaat het stukken beter. Rosenqvist is dan al ver weg. Die heeft zich zo ongelooflijk kwaad gemaakt na dat foutje. Dat hij nu alles op alles aan het rijden is. En dat lijkt hem vleugels te geven. Tweede pitstop voor Team Frankrijk. Nou jongens, in de herkansing. Net ging het giga mis. Nieuwe achterbanden. Nou, Frankrijk lijkt zijn pitstop nu goed te maken. We gaan het trouwens met de andere Nederlander Stijn Schotthorst. Die reed een goede wedstrijd. Maar bij zijn tweede pitstop wordt hij gehinderd door Team Mexico-rijder Miguel Doorbekker. Die staat dwars op de baan. Ja, en Schotthorst moet wachten. Dat kost hem tijd. Melker op positie nummer 2. Maar vooraan is het een man, Felix Rosenqvist. Was al 4e en 3e tijdens de eerste wedstrijd in Portugal. Is weer teruggekomen voor Team Zweden. En wauw, wat rijdt hier een geweldige wedstrijd. Zweden, Nederland, Duitsland, Slowakije, China. En dit is de zegen voor Felix Rosenqvist. 2 voortreffelijke wedstrijden. En Rosenqvist is opgelucht. Had niet helemaal de zaakjes voor elkaar qua communicatie. En had pas in de laatste ronde door dat hij dan ook echt op positie nummer 1 lag. Kijk eens naar de keurige 5e plaats van Stijn Schotthorst. En kijk naar de teleurstellende 11e plaats van Team Italië. Zij staan nu 2e in het kampioenschap, 135 punten. Nederland staat 1e met 136 punten. De beslissing van het kampioenschap is op het TT-circuit van Assen. Uiteraard ziet u die beelden hier op RTL 7. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens.